Gewasbescherming in het teelt van Madiba is zeer belangrijk, omdat Madiba voor 90% voor export gaat en daar mag geen ziekte en plagen in zitten. We waren op zoek naar een apparaat waar we mee kunnen remmen, waar we mee kunnen spuiten en waar we mee bio kunnen verstrooien, dus een multifunctioneel apparaat. Nou, onze oude AluMaster was na 18 jaar versleten en we zochten naar een nieuwe ultramoderne apparaat. Ons wensenlijstje zag eruit dat onze spuitrobot volautomatisch en duurzaam moest zijn. Een volautomatische spuitrobot was voor ons zeer belangrijk, omdat we met onze oude semi-automaat heel veel uren meegedraaid hebben en we wouden echt op de arbeid gaan besparen. Daarnaast moet onze spuitrobot ook duurzaam zijn, want we willen een perfecte verdeling hebben van onze bio- en van onze gewasbeschermingsmiddelen. Het is een grote investering van vele jaren. Je kijkt er goed omheen wat op de markt verkrijgbaar is en wat het beste bij onze teelt past. Zo kwamen we uit bij de AluMaster 2.0 van de Royal Brinkman. De AluMaster spuitrobot draait bij Kees de Jongh Flowers sinds augustus 2020. De spuitboom is voorzien van de modernste technieken en wordt gebruikt voor het remmen van het chrysantengewas, biologisch verstrooien en als benodigd chemisch corrigeren. In het geval van remmen of spuiten wordt gebruik gemaakt van de 18 spuitdoppen op de 9,60 meter spuitboom. De spuitdoppen geven een gelijkmatig spuitbeeld waardoor het gewas goed wordt geraakt. De boom is voorzien van een moderne, zelfcorrigerende rijregeling met een cruise control, zodat de spuitboom altijd met eenzelfde snelheid boven het gewas rijdt. De rijsnelheid is instelbaar en de spuitdoppen zijn draaibaar. Daardoor kan de AluMaster achter in de kap bij de gevel schuiner en dieper in het gewas spuiten en het gewas goed raken. Een spuitboom loopt soepel en licht, dat scheelt energie en accuduur. Een duurzame oplossing op de AluMaster is het voorraadvat van 20 liter en de dosatron op de spuitrobot. Hierin neemt de spuitrobot de geconcentreerde remvloeistof of spuitvloeistof mee. De kweker hoeft niet meer met spuitkarren met aangemaakte vloeistoffen te werken. Hierdoor wordt er geen millimeter spuitvloeistof verspild. De AluMaster is hier volautomatisch. Dit betekent dat de spuitrobot na het spuiten van een kap via de moederwagen wordt vervoerd naar de volgende kap. Daar koppelt de spuitboom weer aan op de buizen om de volgende kap te kunnen spuiten. Er is geen menshand meer voor nodig en dat zorgt voor een enorme arbeidsbesparing. De UniMite Disc zorgt voor het automatisch verstrooien van roofmijten en voermijten over het gewas. Het geeft een gelijkmatige afgifte en een uniforme verdeling. De UniMite Disc verstrooit de mijten over een totale maximale werkbreedte van 1,60 meter. Op een 69 meter spuitboom zitten 6 units gemonteerd. Dat levert een flinke arbeidsbesparing op. Het aansturen en programmeren van deze machine gebeurt via de tablet. Ook de UniMite Disc strooiers zijn geïntegreerd in de software. De voorraadbunkers voor roofmijten en voermijten van de UniMite Disc zijn transparant. De kweker vult het biologisch materiaal bij in de voorraadbunkers wanneer de robot zich verplaatst naar de volgende kap. We hebben de ziekte en plagen hier bij de Jongh Flowers goed onder controle. De strategie is hier in eerste instantie gericht op een biologische aanpak. Veel aandacht gaat naar de bestrijding van trips. We gebruiken hiervoor de roofmijt Monderensis en de voermijt Powerfood. De strategie breiden we indien nodig uit door chemisch bij te sturen. Het mooie is dat we zien dat deze aanpak ook hier werkt. We kunnen steeds meer ziekten en plagen biologisch bestrijden. De AluMaster geeft een grote arbeidsbesparing. Wij verplaatsen eigenlijk volautomatisch van kap naar kap. We zijn zeer tevreden over de AluMaster als strooirobot. De helft van de tijd op onze kwekerij wordt ingezet om bio te verstrooien. En dat geeft de meeste uniforme verdeling van de roofmijten. De verbetering met het werken van de AluMaster is heel groot. Het is een geweldig systeem, het is gewoon werelds. Het is een universele robot waarmee we onze gewasbescherming goed kunnen managen. Met één machine combineren wij de beste technieken met remmen, bio en chemie. Daardoor kunnen wij mooie Madiba's van hoge kwaliteit kweken.